Welkom bij de verkiezing van de internationale 1994. Dinsdagavond 29 maart was het zover. De bekendmaking van de titel Miss Holland en Miss Universe Nederland. Na vele voorronden bracht Veronica 12 van Nederlands mooiste samen. Vanuit elke provincie van Nederland werden zij via het Veronica-blad per provincie door een vakjury geselecteerd. De winnares mocht Nederland vertegenwoordigen in Manila op de Filipijnen. Voordat we overgaan naar Manila, kijken we eerst nog even naar de bekendmaking van Miss Holland voor de Nederlandse Miss Universe. Miss Holland 1994 is geworden... Irene van der Laar, Miss Zuid-Holland! Ja, het is gebeurd, het hoge woord is eruit. Dat betekent... Angelique, dames, kom maar naar voren. Was dat even schrikken voor de kerstverse Miss Holland? Wie is deze Zuid-Hollandse schone eigenlijk? Ik ben Irene van der Laar en ben 25 jaar. Ik woon in Leiden. Mijn beroep is fotomodel en heb daardoor al heel veel van de wereld gezien. Mijn favoriete sport is skiën en probeer dat ook een aantal keren per jaar te doen. Naast acteren is mijn ambitie om tv-presentatrice te worden. Ook haar badpakclip op het Caribische Curaçao maakt een grote indruk op de vijfkoppige vakjury. Tijdens de uitzending konden ook de kijkers meestemmen via een 06-nummer. Direct na de bekendmaking braken er voor Irene drukke tijden aan. Fotoreportages, interviews met kranten, televisie en radio. Maar het belangrijkste was natuurlijk de voorbereiding op de internationale Miss Universe in Manila. Irene moest zich bijna 4 weken voor de grote finale al melden op de Filipijnen. Voor tv-repetities, interviews met de juryleden en fotoreportages. Irene moest het opnemen tegen 76 andere schoonheden. En zou het haar lukken om net als Angela Visser de mooiste van het universum te worden? Daarom snel over naar Manila voor een samenvatting van de finale.